Hi, vissen. Leuk dat je kijkt naar de korte weekhoroscoop van de Mandala. En deze week is het voor week nummer 39. En dat is van maandag 23 september tot en met zondag 29 september. En dat is de kaartenschud voor de vissen om te kijken wat deze week voor hun in petto heeft. Ja, dan lijkt het vissen alsof je je misschien ergens in eerste instantie even wat aangevoelen kan voelen. Of dat je denkt, oh, ik heb iets verkeerd gedaan. Dat is geen fijn idee, maar niet getreurd, want je pakt het op en je gaat ermee aan de slag. Ik heb het idee dat je dus niet in die slachtofferrol gaat zitten van, oh jee, wat is me overkomen? Maar je gaat meer denken, oh ja, dankjewel voor de wake-up call. Ik ga ermee aan de slag. En ik heb dus daadwerkelijk ook echt het idee dat het je iets op gaat leveren, dat je mee aan de slag gaat voor de langere termijn. Je gaat echt iets doen. Je gaat een planning voor jezelf maken waarmee je de dingen gaat doen die voor jou op dat moment van belang zijn. En je bent eigenlijk misschien wel angstig dat het je niet gaat lukken. Dus ik heb het gevoel dat je daar heel bewust mee omgaat. Dat je echt, wat ik al zei, een planning gaat maken van hoe ga ik dat aanpakken. En bijvoorbeeld als het een persoonlijk stuk zou zijn, dan vind je bijvoorbeeld, ik zeg maar iets belangrijk, dat er bepaalde dingen gekocht kunnen worden, dan ga je zorgen dat er een bepaald spaarsysteem gaat komen, zodat je echt over een jaar bijvoorbeeld ergens iets van kan zeggen. Je gaat dus voor jezelf echt goede plannen maken die je voor langere tijd aangaat. Dit was alweer de korte weekhoroscoop. Ik kon natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt en ik wens je sowieso een super fijne week.